VKW in het blauw tegen Roldert Boys voor veel publiek. Mooi bij zo'n derby. De toppen dus in de tweede klasse L. Eerste schermutselingen. En de eerste mogelijkheid is voor VKW, voor de aanvoerder. En dat is Edwin Wiegers. Beide ploegen goed op dreef in de competitie. VKW verloor alleen de eerste wedstrijd van Dalen. En is opnieuw in de aanval. En nu wordt er gescoord. Wat een vrijheid zeg. Voor Mario Bielink. Roldert Boys dus op achterstand. En dat mag de verdediging zich hier toch aanrekenen. En Sefat, de doelman van de thuisploeg, is kansloos op de inzet dus van Wielink. Roldert Boys, 5 minuten na de openingsgoal. De kans voor Janko Dekker. Maar die krijgt de bal meer tegen zijn hak dan tegen zijn voet. En dan gaat de kans verloren. Opnieuw de thuisploeg. Het was mooi bedacht. Maar VKW kan eruit komen. Via Michel Huizing. En die krijgt hier een vreselijke schop. Van Manik Ottens. En die komt goed weg met geel. Scheidsrechter Akkerman is genadig. Akkerman helemaal uit Den Dolder naar Rodde gekomen. Kans voor Rodde Boys. En de redding is uitstekend. Van Ramon Nijland op de inzet van hem. Freddy Hidding. Corner Rodde Boys. Volgende mogelijkheid. Weer geen treffer. Maar gewoon Nijland die kan plukken op de inzet van Robert Hamming. Opnieuw Rodde Boys. Opnieuw een kans. En opnieuw Nijland. Nu de inzet van topscorer Tim van Huffelen van Rodde Boys. Maar nog altijd die stand van 0-1 voor VKW. En dan deze actie. Kort voor rust van Danny Hinksman. Scheidsrechter Akkerman staat er op de neus bij. En dan is Drent verstandig om hem al te wisselen voordat scheidsrechter Akkerman wil ingrijpen. Hinksman naar de kant. En voor hem in de plaats komt Martijn Hoving. Tweede helft. Rodde Boys moet natuurlijk komen. VKW loert op de counter en dat kan de ploeg aardig. De ploeg van scheidentrainer Jacob Schuiling. Hij vertrekt na dit seizoen bij de Burkers. Kans hier voor de aanvoerder, voor Edwin Wiegers. De man die al 10 keer scoorde, maar nu schiet op doelman Sefat. Rodde Boys op jacht, natuurlijk, naar die gelijkmaker. Maar er is meer voor nodig om Nijland te passeren. Van Huffelen lukt dat niet en ook deze Dekker is het niet gegund om te scoren tegen VKW. Dat in de counter misschien nog wel de tweede had kunnen maken als het hier geen buitenspel was geweest. Rodde Boys heeft 70% balbezit, maar verliest uiteindelijk wel van VKW met 0-1. Het eerste kwartier begint heel slap aan de wedstrijd. Ze komen wel verdiend op voorsprong. We stonden aardig onder druk. Daarna pakken we het goed op. We gaan goed via het middenveld voetballen. Mooie voorzet van de zijkant. En de keeper die hiernaast staat, die pakte er een paar aantal ballen fantastisch uit. Dat was onze pech vandaag. Ja, ik blijf natuurlijk ook bescheiden. Onze spits die maakt goal 1-0. En daarna houden we goed stand. En ja, je hebt soms geluk en je zei dat je die balletjes net aanraakt. Voetje laat staan op de kopbal van Tim. En zo hou je stand. En een keertje de 0 is ook lekker. Het is me nog niet gelukt deze competitie. En voor de defensie is dat ook heerlijk. Ik denk dat het gewoon een incident is. We zijn gewoon goed in vorm. Je ziet er vandaag in het veldspel wel dat we gewoon denk 70% balbezit hebben. Alleen balverdeel vandaag niet goed. Dus volgende week maar weer tegenaan.